staat de camera wel aan. Okay, ja. Ik ben 18 jaar en ik doe mee aan Missie India Holland verkiezing in Nederland voor Indië. Ja, oké. En ik vind dat je mij moet kiezen omdat ik volledig achter wereldvrede sta en niets anders. Ja, typisch mijn moeder. Politiek correct en zuiver. Maar ik heb er nu buiten opgesloten, want ze zit de hele tijd in mijn oortje fluisteren wat ik allemaal moet zeggen. En dat vind ik niet zo leuk. Dus nu kan ik eindelijk mijn mening geven. Wereldvrede? Nee, ik dacht het niet. Dagelijks stroomt er miljoenen onschuldig bloed van dieren op ons land. En wij vinden dat wij wereldvrede kunnen bereiken. Wij vinden dat wij mensen superieur staan ten opzichte van onschuldige dieren. Is dat wel zo? Wij vinden dat wij het recht hebben om dieren te doden. Maar mensen? Ho maar, dat mag je weer niet zeggen, want dat is weer niet politiek correct. Oké. Maar als je de gemiddelde mens met een gemiddeld dier vergelijkt, wie zou je dan eerder doden? Een fluffy puppy of een evil goblin? Ik zou het wel weten. Dieren doen ons geen vliegje kwaad en toch doden wij ze voor ons bordje en voor ons buikje. Dat kan niet. World peace? I don't think so. But please choose me. Bye. Oh my god, she is very funny. I think she is really good. I think we can use somebody like her. That she can pump up the vibe in de verkiezingen. Want het is altijd zo'n saaie boel. En ik denk wel dat we zoiets kunnen gebruiken als haar. Nee? Oh, ja. Nee? Oh. Oké. Ja. Nou. Oh my god, who the hell is this? Who the hell is this? She is totally gone mad. She is ashamed to all of us. Ik ben het helemaal met je eens, Gustav. Dit kan toch gewoon niet? Dit is gewoon werkelijk belachelijk. Ik moet de mensen van de voorselectie echt aanspreken hoor. Want dit is toch werkelijk waar bespottelijk. Te gênant voor woorden. Ach. Waarom vechten wij niet tegen adharmen, maar wel tegen onschuldige dieren? Dieren zijn een van de vijf dingen die wij als Hindoes dagelijks moeten vereren. Zij zijn de mooie schepsels, gezonden door Bhagwan naar aarde. En dankzij ons liefde, steun en aandacht kunnen ze weer dichter bij hem komen. Zie welke kracht jij hebt en wat doen we ermee? Niets. Als je jouw eigen liefde niet aan een levend wezen kan geven waardoor het dichter bij Bhagwan kan komen, dan hoe kan jij zelf dichter bij Bhagwan komen? Wij zijn bereid tientallen duizenden euro's aan arme landen in nood te geven, maar we zijn niet bereid onze liefde en aandacht dat gratis is aan een dier te schenken? Maar tegelijkertijd willen we wel duizenden euro's uitgeven voor hun dode lichaam op ons bord? Dat kan toch niet? Wereldvrede? Ik dacht het niet. Wij moeten eerst vrede in onszelf zoeken. Dit was Senaat en Term de Dursing voor vandaag. En tot de volgende uitzending, Raam Raam.